Die lijken allemaal heel klein nou. Dat is heel raar. Maar dat, zo werkt het uiteindelijk. Moet kijken hoe laag dit is dan. Dat is toch triest? Als klein jongetje denk je, wow, wat de heck. Ja, dit is dan Beatrix. Mijn basisschool geweest. Ja. Leuke school? Van alles en nog wat, denk ik. Van alles en nog wat. Lieve juffrouw's gehad in het begin. Maar later ook geen lieve meesters. Nee. Mijn naam is Patrick Laurij. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam-Zuid. Dus het is voor mij heel tof om hier te staan. Heel tof. Beetje eng ook, maar voornamelijk tof. Ik ben opgegroeid in IJsselmonde, daar zijn we nu. In de Oordebuurt, zo heet het. Onze Nooit, daar woonde ik. En hoe was dat? Ik weet het niet. Ik heb dat lastig altijd gevonden om te omschrijven. Omdat ik heb het meegemaakt zoals ik dat heb meegemaakt. En maar dat is ook mijn persoon, wat ik op dat moment voelde. Ik was vrij gevoelig als kind. Dus ik voelde een hoop. Dus misschien anderen in mijn buurt die hebben dat misschien minder gevoeld. Dan vonden ze dat niet zo erg. Op momenten vond ik het een heftige buurt. En agressief. Ik heb wel geleerd me te bewapenen wanneer iets bij mij binnenkomt. Wanneer ik iets voel. Ongeveer een jaar geleden had ik een gozer geslagen. Het was hij of ik. En aangezien ik nogal moeite heb om te kiezen voor mezelf. Met Hyatt? Het was een talent night in Rotterdam. In 2006 uiteindelijk. Daar hoorde ik van via mijn toenmalige vriendin. En die heeft mij ingeschreven daarvoor. Zij wist dat ik ooit zelf comedy wilde proberen. En er waren allemaal rappers en zangers en dansers. Ik was de enige comedian toen. En het was een aparte ervaring, want ze moesten echt lachen om alles wat ik zei. En ik had niet daar de controle over, maar het was een heel fijn gevoel. Ik denk, ja, voor mij dit voelt goed. Ik weet niet precies wat er nu gebeurt, maar ja. En de tweede keer op mijn bek gegaan. Oh. Dat is hoe het werkt, dat is de ontwikkeling. Eerst ben je onbewust bekwaam en daarna ben je bewust onbekwaam. Hij koos er daarna voor om aangifte te doen. Dat had voor mij niet echt gehoeven. Nee, man. Moest ik voorkomen en zo. Zat ik daar in de rechtszaak. In de rechtszaal, de rechter zei tegen mij op een gegeven moment... zit je op een vechtsport, want je hebt me flink goed geraakt. Ik zei, ten eerste, dank je, man. Ik probeer ze gewoon zo dicht mogelijk bij mezelf te houden. En mijn verhaal te vertellen, zoals ik dat wil. In de discipline van stand-up comedy, zeg maar. En dat uiteindelijk mensen erom kunnen lachen. Nee, ja, en ik heb kickboksen gedaan. Toen kreeg ik een hele preek. Ik denk, oh, ik had beter mijn mond kunnen houden dan. Ja, hij zei, kijk, je kan kickboksen, je kan vechten. Had je hem niet zo vaak moeten slaan. Ik zei, ja, je hebt gelijk, sorry, maar ik had een tijdje niet getraind. Ik vond het ook jammer dat hij in één keer neerging. Je woont nu in Amsterdam. Kom je hier nog wel eens terug? Ja, ik kom af en toe sowieso naar mijn ouders op bezoek. En ik ben ook een paar keer teruggegaan uit mezelf in mijn oude buurt. Een beetje rondlopen. Ja. Waarom? Om te blijven onthouden waar ik vandaan kom. Dat is voor mij belangrijk in mijn werk. Ik geloof in de emoties die je ervaart als kind. Dat de puurste en oprechtste emoties zijn op dat moment. En later in je leven, dan ga je die gevoelens een beetje onderdrukken. Dus ik kom terug hier om die gevoelens weer omhoog te halen. Omdat ik persoonlijke verhalen vertel en dat met gevoel wil vertellen. Dus dan is het belangrijk dat in ieder geval ik eerst iets voel. Je zegt van dan voel ik, maar bedenk je dan ook weer grappen? Of komt er dan weer een verhaal naar boven en denk je, hey, dat kan ik gebruiken? Is het ook op die manier inspirerend? Nou, in het begin is het emotioneel. Dat klinkt misschien suf. Maar dan is het gewoon een emotie wat ik voel. En dan mijn natuurlijke reactie is om daar iets mee te doen op dat moment. En dan kan er misschien een grap komen. Of iets wat ik wil vertellen. Maar dat verschilt. Dat verschilt nogal. Soms niet, soms komt er niks. Soms voel ik ook niks. Ja, dan ben ik echt een soort psycho. Komt er niks binnen. Ja. Soms heb ik ook die dagen. Dus hopelijk voel ik wel iets. Ja, want nu het je vak is, voel je dan niet enorm de druk van, nou moet ik grappig zijn? Nee, als het goed is ben ik grappig. Ik doe het nu al 7 jaar. En gewoon de vertrouwen hebben dat ik dat ben en gewoon mezelf te zijn. En dat blijft altijd lastig om dat te doen. Want het is je kwetsbaar opstellen in het moment.
Maar ik voel niet daar een druk. Ik voel druk op mezelf. Ik leg de druk op mezelf om mijn best te doen. En ik kijk naar uit om wat meer te bieden aan de mensen. En dat dus wij gaan nog veel van jou horen, zoals dat zo mooi gezegd wordt. Ja, als het aan mij ligt wel. En mijn best doen.